Als het goed is, merkt de patiënt niet heel veel van mijn werk. Bij algehele anesthesie dan merkt hij dat ik hem ophaal en teruststel. Uitleg geef over wat er gaat gebeuren. En zodra hij wakker wordt, dan ben ik degene die hij weer als eerste ziet. Het is een zeer technisch vak geworden. Met daarbij ook nog de zorgaspecten erin, zoals het begeleiden van patiënten, het communiceren met collega's. Wij kunnen goede zorg bieden aan patiënten. Wij zijn een leerziekenhuis, waardoor je veel opleidingsmogelijkheden krijgt, zowel voor artsen als voor verpleegkundigen. Ja, goed ook met uw bandje. En waar komt u vandaag voor? En we zijn volledig digitaal gegaan nu. Ik weet ongeveer hoe het is om met papier te werken en ik weet nu hoe het is om digitaal te werken. En ja, dat is toch zeer prettig werken als ik kijk naar andere ziekenhuizen. Ik hoef nu niet meer de bloeddrukwaardes en de hartfrequentie op te schrijven. Ik zeg gewoon start data verzamelen. En ik kan me concentreren op mijn verpleegtechnische handelingen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om in dit vak te komen. Nu kan je als je HAVO, HBO en je denkt van ik wil wel de zorg in, maar ik wil niet op een verpleegafdeling en ik wil een hele diverse dynamieke omgeving om mij heen hebben. Dan kom je als anesthesiemedewerker eigenlijk te werken bij ons in het ziekenhuis. Je hebt en patiëntenzorg en verpleegtechnische handelingen. En op het moment dat jij een patiënt hebt die instabiel is, om die weer stabiel te krijgen en eigenlijk om hem prettig wakker te laten worden. Om hem het idee te geven dat hij alleen maar heeft geslapen, niet is geopereerd en zijn ogen open doet. Vraag, waar ben ik? U bent net geopereerd, u bent in het Spaarne ziekenhuis op OK. We gaan u naar de uitslapkamer brengen. Oh, is het al gebeurd dan? Zodra je dat hoort, weet je. Hij heeft er niks van gemerkt, hij is pijnvrij, hij geeft niet aan dat hij pijn heeft. Ik heb mijn werk goed gedaan.